Een hele goede morgen en fijn dat u er weer bij bent. Ik hoop dat u een prettig weekend hebt gehad. En nou, we gaan er weer met goede moed tegenaan. En daarom heb ik speciaal op deze maandag onze counselor Herman uitgenodigd. En u ziet hem al zitten, dus hallo Herman. Goedemorgen. Ja, fijn dat je er weer bent. Ja, dank je. Ik heb ook een hele interessante stelling die ik met je wil bespreken. Mm-hmm. En wie weet kun je dat relateren aan... misschien toch nog even kort uitleggen wat jij voor werk doet. Want ik stel jou voor als onze counselor. Ja. Omdat we natuurlijk verschoven zijn van tijdstip. Wellicht weet u dat thuis. We waren eerst in de middag. Nu zijn we 's ochtends om 10:30. En het is u misschien nog niet helemaal duidelijk wat counseling is. En ik vraag aan jou, Herman, of jij misschien met behulp van de stelling... het ook een beetje zou kunnen uitleggen wat een counselor daar dan mee doet. Ja. Want de stelling is, ik word teleurgesteld. Ja. Nou. Ik word teleurgesteld. Dit zullen ook een hele hoop mensen zeggen... En als je dat ook zo zegt... Als je bij een counselor komt? Ja, nou nee, als je met elkaar praat. Okay. Ik word teleurgesteld. En in dat woord zit dus, als je bij de counselor komt... zou ik je aan je vragen aan... dus jij wordt teleurgesteld. En dan zou ik zeggen, door wie? Ja. Hè, dus al die vragen die je hebt van... want die gaat die counselor stellen... om jou eigenlijk meer inzicht te gaan geven... van, klopt deze stelling wel? Maar goed, ik weet heus wel bijvoorbeeld in wie ik teleurgesteld ben. Laten we mij eens als voorbeeld nemen. Ik denk van, nou, mijn familie stelt me teleur. Ja. En wat zeg jij als counselor dan? Fijne familie. Nee, maar je familie stelt... Dus dan moet ik eerst weten van je van... Goh, dan ga ik even met je praten daarin over van... Goh, Denise, waar word jij dan in teleurgesteld? Noem mij eens een exact voorbeeld waar je nu op laatst in teleurgesteld bent. Oké. Okay. Dus dan maak je het veel concreter. Want de ouders zeggen van... Goh, ik had wel verwacht dat mijn kinderen op zondag zouden komen. En hebben de hele tijd zondag weggezet om ze zullen wel komen en de kinderen komen niet. Nou, dan zeggen ze, ik word teleurgesteld door mijn kinderen. Ja. Maar de vraag is of dat zo is. En dat ga je als counselor uitzoeken, of dat echt klopt. En als mensen gewoon überhaupt niet echt een goed beeld hebben van wat counseling inhoudt. Jij zegt net, een counselor stelt vragen en dan krijgt iemand meer inzicht in zijn eigen situatie. Ja. Heb je wat voorbeelden met wat voor situaties mensen bij een counselor kunnen komen? Nou, meestal is het zo dat mensen in een kringetje blijven lopen. Hè? Of in ieder geval in de hoofd blijven dezelfde denken. Nou, dat lukt me toch niet. Ik heb dat al gedaan. Och, dat is toch zo. Ik hoef er niks meer van te zeggen. En daar zit je dus mee te kijken van als je dat blijft doen... dan krijg je een heel onprettig gevoel. En je gaat eigenlijk jezelf niet serieus nemen en de omgeving niet serieus hebben. Maar je krijgt wel een hoop conflicten. Ja. En dat proberen we toch met elkaar te bespreken. Van, en hoe komt het dan? En wat heb je er al aan gedaan? Ja, ik heb dat al verteld. En dan zeg je, ja, goh, je bent toch geen kind, je hebt dat verteld. Maar ik zeg van, mag ik dan weten hoe je, op welke manier dat je dat verteld hebt aan die persoon? Hoe je dat gedaan hebt? En dan kom je erbij van, goh, je hebt het wel verteld... maar de persoon heeft waarschijnlijk dat helemaal niet zo opgepikt daarin. En hoe kun je het beter vertellen dat jouw boodschap in ieder geval beter overkomt? Herman, het is vrij ingewikkeld, maar we hebben een kijker. Dus ik denk van, ga het projecteren daarop, dan kan ik het misschien beter zien. Want dan hebben we een concreet voorbeeld. Okay. En nog steeds wil ik wel aan u thuis vertellen dat u inderdaad het nummer onderin in beeld ziet staan. Hierop zijn Herman en ik te bereiken op dit moment live. Nou, dan kunt u optie 1 kiezen. Als u optie 2 kiest, dan kunt u achter de schermen ook met een counselor praten. We hebben een heleboel voor u beschikbaar. Het zijn allemaal collega's van Herman, gediplomeerd. En ze hebben ook een beroepsgeheim. Dus u kunt gerust uw hart daar luchten. En zij zullen u proberen te begeleiden en van nieuw inzicht te voorzien. En zoals gezegd, we hebben nu al een kijker, dus die heeft optie 1 gekozen. Goedemorgen, met wie spreken we? Ik spreek met mevrouw Verheijen. Dag mevrouw Verheijen. Het gaat namelijk hier om, ik ben 8 maanden geleden heb ik mijn man verloren. Ja. Ik heb ook geen kinderen en al die mensen die op de condolatie waren en op de crematie, die allemaal zeiden, Corrie, we komen nog eens een keer langs en we bellen nog een keer. Die laten me allemaal in de steek, ik ben hartstikke eenzaam. Okay. Dan ben ik zo teleurgesteld in die mensen. Ja, ja, ja. Mevrouw van Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe lang is uw man overleden? 8 maanden. 8 maanden. En u ziet nu niemand meer dan? Nee. Ja. En daar bent u in teleurgesteld? Heel erg. Ja. En de mensen, hè, als je met rouw te maken hebt, dan gaan de mensen daar meestal ook. Hè, we zien je nog wel een keer. Ja. En een hele hoop is natuurlijk ook mee te maken van hoe ga je daar dan mee om? En kan ik ermee omgaan? Want dood is toch... een hele mysterie waar heel veel mensen niet zo goed mee om kunnen gaan.
Hebt u al tegen die mensen daarin eens een keer zelf initiatief genomen om te bellen? Ja, ik heb zelf wel initiatief genomen om mezelf uit te nodigen op de koffie of om te vragen van, ik woon hier in een 55-plus flat. Ja. Dus om dit te vragen, kom eens een keer langs. Maar het is echt allemaal ik moet weg, of ik moet tussen de middag eten, of ik heb de... Nee, ik krijg gewoon geen respons. Okay. Mevrouw Van Heijden, wat zou u van die mensen, kunt u mij daar heel specifiek gaan zeggen, wat verwacht u van die mensen? Nou, gewoon dat ze eens een keertje langskomt en vragen van, goh, hoe gaat het er nou mee? En gewoon eens op bezoek komt. Ja. De dagen komen niet om. Ja. En die verwachting, die is nu niet uitgekomen. Nee. He, want daarin hebben we het ook over. He, de stelling, ik word teleurgesteld, maar altijd de teleurstelling komt omdat ik zelf te hoge verwachtingen heb. Van welke mensen, zonder dat u de naam nu specifiek hoeft te noemen, hoor, want u zit live in de uitzending. Maar welke mensen hebben u het meest teleurgesteld? Nou, ik had hier een vriendin in het flat. En die zei direct al toen mijn man die vreselijke ziekte kanker kreeg, van sorry hoor, maar ik kan hier niet mee omgaan. Ik heb er ook nooit meer gezien, ook niet naar, zoals wel op de begrafenis, maar dat is dus nog de grootste teleurstelling. Okay. En de rest, ja, was ze toch altijd maar oppervlakkig, want de auto is hier 90, dus ik bedoel, het is een echte 50-plus flat. Ja. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, en ik ben ook niet mobiel, ik heb een scootermobiel, dus... Ja. Ja, ik ga ook niet zo makkelijk zeggen, ik rij even naar Voorburg of zo. Ja. En nu dat u teleurgesteld bent in die vriendin, hè? Ja. En die dat u ook aangegeven hebt van, nou, sorry, maar ik vind dit zo heel erg moeilijk. Ik weet daar niet mee om te gaan. Zou u daar weer opnieuw energie in willen steken? Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het nog zelf, we hebben dezelfde huisdokter. Zelf via de huisdokter gespeeld, maar nee hoor. Nee. Ze wil het echt niet. Nee, nee. Nou, ik ga me ook niet als een bedelaar doen. Dat doe ik niet. Okay, maar daar zit natuurlijk wel een stukje van... als u denkt van dat u moet gaan kruipen... omdat toch aandacht te krijgen van uw vriendin... dan moet je gaan kijken van... Goh, als je dat al met u meespeelt in uw hoofd... ik ga echt niet als een bedelaar... Nee, ik heb het nou een paar keer geprobeerd. Dat doet toen niet. Ik kreeg zo steeds mijn hoofd. Ja. Zouden wij met elkaar kunnen bespreken... Want dan zou ik heel graag willen weten op welke manier dat u het geprobeerd hebt. Gewoon opgebeld. Ja, ik kan niet de naam zeggen natuurlijk. Maar gewoon, heb je al koffie? Of kunnen we eens niet een keer praten? Of ze willen het gewoon niet. Nee. Wat zegt ze dan bijvoorbeeld? Wat zegt ze dan? Ik wil niet met u praten? Of? Nee, dan zegt ze, verkoor, laten we dan maar hierbij laten. Ik doe het liever niet. Oké. Ja, nou, ik ken het helemaal niet, want ik hoorde dat ze in het ziekenhuis ligt, dus dan is het helemaal al... Ja. Nou, misschien, mevrouw Van Heijden, zou dat dan een mooie aangrijpingspunt voor u zijn? Want kijk, wat uw vriendin gedaan hebt, is natuurlijk daarin wel zichzelf ook kwetsbaar opgesteld. Door te zeggen, en je mag er ook alles van denken. Ik denk dat een hele hoop kijkers daar nu gaan denken van, ja, dat is wel makkelijk. Want als iemand dat zegt van, ik kan dat niet aan, dan is dat natuurlijk wel kwetsbaar als iemand dat zegt. En dat is natuurlijk niet zo leuk voor u om te horen, maar eigenlijk is iemand ook wel eerlijk. En er komen nu een hele hoop gedachten kunnen bij mensen loskomen van, ja, dat is wel makkelijk. Want is dat nu een vriendin en deze mevrouw die heeft eigenlijk de steun nodig. Toen mijn man nog leefde en we haar niet meer zagen, dan hebben ze met mijn man nog gesproken. Hebben ze ook eerlijk tegen hem gezegd van, sorry hoor, maar ik kan echt hier niet mee omgaan. Mij zie je niet meer. Nee. Ze hebben me gedag gezegd en ze hebben me nooit meer gezien. Nee, ja. Dus ja. Nee, dat doe ik toch echt niet meer hoor. Nee, maar daarom vroeg ik ook net aan u, want daar begint eigenlijk dan ook weer de heling, zoals ik dat noem. Is van, hebt u daar nog zin in om daarin... Nee, ik heb niet meer zin om daar energie in te steken. Okay. Maar ik bedoel, er bestaan natuurlijk nog meer mensen als zij natuurlijk. Ik heb het gewoon in het algemeen over de mensen. Maar mijn huisdokter zegt, ik kom dat zo dikwijls tegen in mijn praktijk. Mensen die alles beloven en toch dan niet doen. Nee, want dan, als u daar behoefte aan hebt, dan kunt u gaan zitten in het wachten en de hoop hebben en de verwachting hebben dat andere mensen daarin naar u toe komen. Ja.
En dan blijft u teleurgesteld. U kunt het ook om gaan draaien en te zeggen van... goh, ik heb behoefte aan contacten. En waar kan ik de contacten dan gaan halen? Ja, ik heb wel geprobeerd wat ik nu wel heb. Ja. Per 1 oktober in een rouwverwerkingsgroep gaat. Van 10 weken lang, elke week. Dus 2 uur een sessie. En ik hoop dat ik daar wat contacten uithaalt. Oké, nou, ik denk dat dat zeker gaat lukken. Want er zijn lotgenotencontacten, zoals ze dat noemen. Ja, dat zijn we ook. En dat mensen... Dat is van de Stichting Kwadraat. Oké. Nou, dat is een hartstikke goed initiatief dat u genomen hebt. Maar dat is een stukje dan ook met de rouwverwerking en lotgenoten. Zijn er ook nog hobby's die u hebt? Nou, ik beduur heel erg veel. Dat doe ik heel graag. Ja. Ik lees heel veel en ja, kijk tv. En toen mijn man nog leefde, we waren gek op autorijden. Gingen we elke dag met de auto weg. Ik bedoel, heel het Westland, want daar woon ik. Ja. Konden wij op ons elk paardje, elk dingetje kijken. Dat mis ik verschrikkelijk. En die stilte, die afschuwelijke stilte. Ja, ja. Maar, en dat borduren, doet u alleen op uw kamer? Nou, ik zit dan, het ligt nu ook voor me, en ik zie u zitten natuurlijk. Maar dat borduren, dat doe ik graag. Ik bedoel, want iets in mijn handen te hebben, want anders, gewoon moet je iets. En ik heb ook breien. Ik brei voor iemand een sjaal of een breien. Dat doe ik dus wel. Ja. Maar ik wil gewoon hebben dat ik. Ja, nou moet ik niet doen of ik helemaal niemand heb. Want ik heb natuurlijk wel. Zoals vanmiddag. Ja, het zegt natuurlijk allemaal niks. Er komt ook iemand. En die komt dan een uurtje. Die gaat de kleinkinderen naar school brengen en halen. Terwijl ze op school zitten. Ze is er bij mij. Dus daar ben ik wel heel blij mee natuurlijk. Maar ja, met de vakantie kwam ze natuurlijk niet. Nee. En zou u nog meer contacten willen hebben daarin? Ja, ik zou heel graag mensen over de vloer willen hebben. Maar krijg dat maar eens gedaan. Ja, ze hebben allemaal de eigen business. En de stoppen heb ik natuurlijk ook. Ik heb geen kinderen. Nee. De anderen krijgen nog de kinderen, de kleinkinderen. Die smoes komt bijvoorbeeld ook altijd. Ja, die moeten midden op die passen. Maar mevrouw Van der Heijden, ik hoor dat u heel goed daar al mee bezig bent. Want wat u nu gedaan hebt in het rouwproces, hè, dat is nu 8 maanden geleden, heb u daarin eigenlijk, bent u bijna gaan zitten en u reageert hier ook op van, nou, mensen hebben mij in het algemeen teleurgesteld. En toch, hè, we hebben even met elkaar naar gekeken, wat is nog de energie die u wil steken in uw vriendin? Nou, u zegt, daar heb ik het er wel eigenlijk nu mee gehad. En nu kunt u omdraai maken om te zeggen van, nou, u zegt dat net al, hè, van, ik moet nu niet doen of ik helemaal geen contact heb, want dat heb ik wel. Maar u wil nog meer contacten hebben en u gaat bij de rouwverwerkingsgroep. Ja. En wat ik u nu nog... Ik heb ook een advertentie gezet. Okay. Maar die had ik niet goed gedaan, want had ik eigenlijk tot de dames moeten beperken. Dan had ik gezet, weten we van 72 jaar, voelt zich eenzaam, bent u dat ook? Misschien komt het tot een oplossing. Maar je wil niet weten wat voor rare mannetjes daarop gebeld hebben. Nee, dus dat is ook, denk dus... ik... Ja. Dat heb ik fout gedaan, dat had ik niet moeten doen. Ja, dat is ook heel vaak bekend. Ja, dan, soms schaam ik mezelf ook voor de lotge of de seksgenoten daarin. Ja. Dat ik denk van, goh. Dat is echt iemand te profiteren van iemand zijn verdriet, hoor. Maar mevrouw Verheijen, kunt u dan inderdaad, want ik vind het een heel goed initiatief, want dat u bijvoorbeeld zegt van, ik zoek een leuke vriendin. Ja, ik wacht even op die rouwgroep natuurlijk. Nou, precies, maar u klinkt al alsof u heeft geaccepteerd... Oké, sommige mensen hebben mij teleurgesteld. Nou, dan kunt u alleen maar het vizier op de toekomst zetten... en hoe krijg ik nu meer mensen? En wat volgens mij ook helpt, maar ja, dat zeg ik als leek, hè... want Herman is hier de deskundige... is dat u het ook uitnodigend maakt dat mensen het leuk vinden om te komen. Ja, maar dat doe ik ook. Moet je denken als iemand komt... dat ik het dan de hele tijd over mijn man heb natuurlijk. Echt niet. Nee, dan zet ik ook een bakkie en dan praten we ook over alles. Ik heb nou ook iemand uitgenodigd om gevraagd... kan je vrijdag met me meegaan naar de Bogart? Ik heb wat nieuwe kleren nodig en omdat ik niet zo mobiel ben. Hartstikke goed, mevrouw Van Heijden. U bent daarin goed bezig. Ja, als ben je dan leek, Denise, je kunt het hartstikke goed verwoorden daarin. Ja. Want dat klopt, u bent toch bezig in het rouwproces. Hè? Want het is pas dan toch 8 maanden geleden. Ja, zo lang is dat nog niet geleden. Nee. Hè? En u bent toch al een beetje een omdraai aan het maken om niet te blijven hangen in de teleurstelling en het groot te maken. En ik zeg niet dat u het te groot maakt, maar als u heel veel zegt van... ik ben teleurgesteld in de mensen, ja,
dan is dat wel heel groot. Maar u gaat zelf al nuanceren door ook te zeggen van... goh, ik heb toch wel wat meer contacten. Ik moet nou niet doen of ik helemaal geen contacten heb. Maar u bent het meeste teleurgesteld in uw vriendin. Maar u hebt ook met mij besproken van... goh, Herman, ik heb daar nu al genoeg energie in gestoken... en ik moet het nu gaan loslaten. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik bedoel natuurlijk mee teleurgesteld van die mensen die allemaal op die condonatie waren, op de crematie. Ja, 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 ja. En die zeggen, nee, ja, maar we vergeten je echt niet hoor. We komen langs en we bellen. Ja. En we... Ja. Nou, we, dat, hadden dat 100, is... we hadden 173 mensen, maar ik vraag me af waar ze allemaal zijn. Ja, maar dat is natuurlijk wel mens eigen, hè? Want ik weet niet of u dat zelf ook zo doen, alle mensen. Nee, wij mannen en ik deden dat niet hoor. Nee? Oké, nee, maar ik bedoel, soms is het ook natuurlijk om... en ik denk dat die mensen ook wel de intentie hebben... maar iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk, druk. En dat is allemaal geen reden. Dus ik denk vooral, pak het hef in eigen hand, zoals u nu doet... en laat u niet daarin teleur blijven stellen... maar ga daar initiatief, en dat bent u nu aan het doen. Dus ik denk dat u er prima zo uit kunt komen... maar vooral niet blijven hangen in de teleurstelling... maar gaan kijken zoals u nu constructief bezig bent. En ik wou nog even complimenten maken over het programma. Nou, dank u wel. Mevrouw Verheijen, hartelijk dank. Ik wens u heel veel plezier en vooral sterkte straks in oktober. Ja, dank u wel. Dag mevrouw Verheijen. Ja, goed. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief. En zo ziet u thuis ook maar dat inderdaad... En daar was mevrouw Verheijen, ze was 82, maar toch al een heel eind in. Of 72 was ze. 72. Ja. Nou, dan is het nog knap. Ik word teleurgesteld en ze kon het inderdaad, wat Herman al zegt... al ombuigen naar andere dingen en toch ook de lichtpunten zien. En nou goed dat ze zoveel initiatief begint te tonen. Ja, ja. En dat is vrij snel. En jij vroeg straks van, nou, wat is counseling dan? Hè? Maar ook, je kunt ook zeggen, wanneer heb je counseling nodig? Nou, mevrouw van der Heijden, dat is dan... wanneer dat je net dat steuntje of dat duwtje in de rug nodig hebt... om eventjes weer nieuwe inzichten te krijgen. Of om gewoon even te checken, ben ik goed bezig? Ja, zit ik op de goede weg? Nou, en ze krijgt van ons duidelijk die bevestiging dat ze het goed doet. Ja. Misschien wilt u ook een situatie voorleggen en denkt u van... ja, ik ben ook teleurgesteld, of het nou in het verleden is of op dit moment. En nou, misschien zit u daar, of het kan zijn op uw werk. Of u bent teleurgesteld door de kinderen. Of inderdaad door vrienden of kennissen of door familie. Er zijn een heleboel mensen die u kunnen teleurstellen. Ik weet niet waar u in het proces zit. Of u net helemaal gefrustreerd bent van wat doen ze me eigenlijk allemaal aan... Of dat u net als mevrouw Verheijen eigenlijk alweer een klein stapje verder bent. En u wilt het misschien voorleggen aan Herman om eens te checken van... goh, doe ik het zo goed of wat kan ik nog meer doen? En als u dat durft en als u dat kunt, dan kunt u hier binnenkomen onder optie 1 bij 0909-1881. En het fijne is dat de andere mensen die kijken, die leren daar ook van. Want het is, kijk, teleurgesteld zijn, de specifieke situatie, dat zal niet voor iedereen gelden... Maar het gevoel van teleurgesteld zijn, dat herkennen we denk ik... velen van ons herkennen dat. En de dingen die Herman zegt en die u zegt, die kunnen anderen ook weer op weg helpen. En nou ja, dat beogen we zeker met het programma. Optie 2, daar kunt u ook nog naartoe bellen. Optie 1 is hier binnenkomen live bij Herman. Ik hoop dat we zo'n kijker krijgen en dan is Herman in gesprek. Dus dan zou u kunnen bellen naar optie 2 op 0909-1881 en daar kunt u praten met een van zijn collega's. En die zijn ook allemaal heel aardig en vriendelijk. En de meeste van hen kent u, want die komen ook hier aan tafel voorbij. Dus dat is ook prettig. Dan weet u bij welke naam welk gezicht hoort. Nou, ze hebben ook allemaal verschillende specialismen. Nou is Herman vrij breed georiënteerd, dus die kan u werkelijk overal mee helpen, toch Herman? Ik hoop het. Ja? Ja. En, maar goed, er zitten inderdaad wel mensen op de lijn die specifiek in kinderen gespecialiseerd zijn of in werksituaties, burn-out, stress, rouwverwerking. U kunt het zo gek niet verzinnen of wij hebben ze, dus kiest u dan optie 2. Maar goed, wij wachten op dit moment nog steeds op een kijker, dus wilt u binnenkomen, kan dat. Oh ja, en ik vergeet de optie 3 bijna, en dat zijn de zelftesten. Ja. Als u nou denkt van nou, ik vind het allemaal prima, maar ik heb niet zo'n de behoefte om ergens over te praten. Maar vindt u het wel leuk om uzelf eens te testen op het gebied van uw relatie of uw karakter of uw werk of nou ja, gewoon of u nog in de markt ligt. Ik noem maar iets geks. Van alles hebben we onder optie 3. En dat wordt in samenwerking gemaakt met 1, 2, 3 test. Dus dat is hartstikke leuk. Nou Herman, dan wachten wij op een kijker. Heb jij nog wat te zeggen over het gesprek met mevrouw Verheijen? Nee, ja, nou ook de stelling. Hè? Ik word teleurgesteld. Hè? Dus dat je door een ander teleurgesteld wordt. Maar eigenlijk zijn het je eigen gedachten. Hè? Want dat had ik ook met mevrouw van der Heijden. Het is de hoop en de verwachting. Dus je hoop en de verwachting is hoger dan dat je eigenlijk daarin naar de ander zegt, maar eigenlijk doet je het zelf. Ik verwacht van jou, ik mail jou en jij mailt mij niet terug.
dan ben ik teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld, maar ik word niet door jou teleurgesteld. Want ik weet waarom. Ik weet niet waarom jij niet terugmailt. Nee, je wordt door je eigen verwachting teleurgesteld. Ja, ik word door mijn eigen verwachting teleurgesteld. Maar dit gebeurt ook heel vaak. Hè? Want het nieuwe medium is dat mailen en daarin chatten is natuurlijk wat anders. Maar mailen is van, hij wordt verzonden, hij komt terug. Ja, en als je niet meteen reageert, heb je het alweer gedaan. Maar we hebben een kijker, dus misschien gaat het daarover. Okay. Je weet het niet. Hallo, met wie spreken we? Hallo, met Patricia Ooms. Dag Patricia, welkom in de studio. Ja, goedemorgen is nog. Ja, morgen. Sorry. Ik heb Herman hier voor je. Wat kan die voor je betekenen? Nou, ik vind het heel erg... Ik wil eigenlijk even reageren op die mevrouw van daarnet. Ja. Ik vind het eigenlijk een beetje zielig voor die mevrouw... dat jullie haar 80 cent per minuut laten betalen... om over haar problemen te praten. Ja. En ik zou graag een reactie willen. Ja. Patricia... Ja. Wat vind je daar zielig aan dan? Wat ik daar zielig aan vind? Ja. Dat die mevrouw heel haar hart uitstort. Ja. En dadelijk een rekening krijgt van hier tot en met Tokio. Ja, maar heb je ook gehoord dat mevrouw zichzelf daardoor geholpen voelt? Ja, dat snap ik. Maar daar zijn andere mensen voor. En er zouden mogelijkheden zijn om haar die mogelijkheden te vertellen. En dat ze niet die 80 cent per minuut hoeft te gaan betalen. Oh, ik denk er anders over. Maar daar verschillen wij van mening over dan. Maar ik denk dat mevrouw zelf ook de keuze kan hebben om daarin te bellen. En wat ik daarin gehoord heb, is dat deze mevrouw geholpen voelt... en daar weer een steuntje en in de rug voor krijgt... om weer zelf daar verder heen te gaan. En je hebt gelijk, er zijn in Nederland heel veel mogelijkheden. Je hebt de maatschappelijk werk. Je kunt doorverwezen worden door de huisarts naar de psycholoog... En je hebt coaches en alles. Maar ik denk dat dit een heel mooi middel is... met dit televisieprogramma... om toch de mensen die daar behoefte aan hebben... om op deze manier te praten over zaken... daar ook de vrijheid te geven om dat te doen. Ja, maar waarom krijgen we daar dan 80 cent per minuut voor? Ja, dat is zo geregeld. En ik heb een eigen praktijk, Patricia. En mijn uursessie van 70 minuten is €71,40. En die wordt... Maar dat wordt vergoed. Gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars. Dus als je hier daarin op deze manier ook die behoefte hebt... en je hoeft niet op tv te komen, maar je kunt ook achter deze lijnen bellen... dan is daar gelukkig in Nederland de vrijheid die je daarin hebt. Ja, nou, toch vind ik het niet kunnen dat mensen daar 80 cent per minuut voor moeten betalen. Ik heb het... Als de tijd van de televisie af is... en nou komt dit weer. Ik vind het gewoon niet kunnen, sorry. Ja. Oké. Patricia, wij denken er anders over. Tot ziens. Goed, ja, dat de meningen verschillen. En inderdaad, het is een mooi argument wat Herman wat je aanhaalt. Ik bedoel, stel, je gaat... Ten eerste wil ik u graag uitleggen dat de drempel om naar iemand toe te stappen... of is het al de huisarts of de psycholoog of de counselor... is over het algemeen vrij hoog. Bovendien zijn er veel mensen niet mobiel en dan wordt de drempel nog hoger. Als je dan inderdaad de telefoon kunt pakken... en in je eigen vertrouwde omgeving over dingen kunt praten... en je vindt een luisterend oor... en je hebt gediplomeerde counselor aan de telefoon... dan vind ik dat een heel mooi middel en daarom... Daarom is ook de lijn natuurlijk in het leven geroepen. Ja, ja. En wat jij zegt, als wij een uur bij jou in de praktijk gaan... zijn wij over het algemeen duurder uit dan een uur met jou bellen op deze lijn. Ja, ja. Maar goed, wij hebben dit als counselors ook in het leven geroepen. En ik denk dat we daar ook niet te veel tijd aan moeten besteden, Denise. Want iedereen is daar in Nederland vrij. Wij hebben als counselors, en we zijn allemaal lid van een beroepsvereniging... in het leven geroepen om de hulp en de vragen, de alledaagse vragen... wat laagdrempeliger te maken. Ja. En mensen zijn ook vrij. Om hoe lang dat ze daarin bellen. Dus ik bedoel, precies, iedereen mag er vrij en je moet niks daarin. En we zijn geen uren met iemand in gesprek. Nee. En het is gewoon inderdaad bedoeld steuntje in de rug. Een stukje begeleiding, een stukje inzicht geven. En toch voor degene die dat inderdaad makkelijk vinden over de telefoon. Nou, wij zitten hier voor u klaar en met alle liefde. En inderdaad, Herman doet dit gewoon van beroep. En hij is hier maar 1 uurtje per dag bij ons op televisie. En voor de rest kunt u hem natuurlijk ook zelf in de praktijk bezoeken. Maar ik ben blij dat hij er is. Ja. En wilt u in ieder geval toch graag even met hem praten, dan kan dat op dit moment. Want we hebben ruimte voor een andere kijker, 0909-1881. En kiest u dan optie 1, dan komt u hier live binnen. En het is inderdaad helemaal waar. Mevrouw Verheijen voelde zich enorm geholpen. En ze praten ook al met de huisdokter. En dan krijg je nog dat extra steuntje in de rug van de counselor. Nou ja, ik zie daar inderdaad geen kwaad in. En
Ik bedoel... Nou, mevrouw is ook eigenlijk teleurgesteld, hè, dat wij op deze manier een televisieprogramma maken. Hè. Dat kan er ook daarin. En die hebt daar andere gedachten over. En dat mag ook. Nou ja, misschien zit ze zelf in maatschappelijk werk of wat dan ook. En goed, nou ja, jij weet zelf ook, voor een heleboel mensen is het inderdaad een hoge drempel om naar een praktijk te gaan. En dan moet je ook op een tijdstip, ja, dat je van tevoren moet plannen, praten over iets. Terwijl dan heb je op dat moment geen behoefte. Nee. En de lijn is zo makkelijk dat als je directe aandrang voelt van ik wil even met iemand praten, dan kan dat ook meteen. Ja. Nou, weet je wat je ook nog hebt, Denise? Er zijn natuurlijk een hele hoop, want heeft Patricia wel gelijk in, er zijn een hele hoop andere telefoonlijnen ook. Hè? Nationaal Fonds voor Geestelijke Gezondheidszorg daarin, anti-rokers. Je hebt een hele hoop telefoonlijnen, maar je moet ze allemaal maar weten te vinden. Ja. Wat wij hier ook als doel hebben, en heb jij straks ook al gezegd, het is ook, mensen hoeven hier niet op de tv te komen. Ze kunnen gewoon ook de andere lijnen daar en daar. Opties 2 kiezen. En wat wij hier als doel hebben, is om eigenlijk de vragen waar je alledaagelijks mee bezig bent, eigenlijk ook naar andere mensen te laten zien waar mensen mee bezig zijn. En dat kan je soms als steun geven. Een hele hoop mensen in mijn omgeving, die het niet alleen maar sociaal wenselijk zeggen van omdat ze mij kennen, maar die vinden het een leuk programma. En die zeggen ook van, ja, ik zit met dezelfde dingen, alleen ik ga niet bellen. Ja. Maar goed, de meeste mensen voelen de drempel om te bellen en u komt live op televisie. Dat hoeft dus niet en daarom hebben we die optie 2 in het leven geroepen. Want optie 2, ja, daar zitten eigenlijk alle counselors die dit programma mogelijk maken. Want we hebben counselors van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Nou, u kunt zich voorstellen, die hebben allemaal drukke gezinnen en een eigen praktijk, dat ze niet elke dag, 7 dagen in de week, van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds erop kunnen zitten. Dus ze rouleren. Nou, we hebben er een heleboel en die zitten allemaal onder optie 2. En alleen ten tijde van de uitzending kunt u optie 1 kiezen en dan kunt u met Herman op dit moment praten. Maar we hebben een kijker, dus we hebben iemand. Goedemorgen, met wie spreken we? Hi, met Nelly. Dag Nelly. Dag. Welkom hier bij ons. Nou, dankjewel. Ik wilde even anticiperen op het gesprek hiervoor. Die mevrouw die zei 80 cent per minuut, dat vind ik toch eigenlijk wel ernstig. En nu is de afspraaktijd weg en nu komt dit. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook ernstig teleurgesteld ben in het feit dat ik A, eerst een minuut krijg voor wat jullie krijgt. Ben ik al een paar minuten verder met mijn 80 cent. En ik sluit dus helemaal aan wat deze mevrouw zei. 80 cent per minuut voor een gesprek. Dit zijn weer eigenlijk, we krijgen de belspelletjes, we krijgen de afspraaktijd en nu krijgen we dit weer. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik jullie gesprekken tot nu toe het beste vind van al die 3 opties. Maar het kost ontzettend veel geld. En oudere mensen kunnen dat vaak niet betalen. Die maar Nelly, ben je zelf wel eens bij een counselor geweest? Ja, absoluut. Maar dan weet je toch... Helemaal gratis ben ik geholpen bij toentertijd heette dat de Driag. En helemaal perfect. Vind je iemand die niet bij je past, mag je vragen naar iemand die wel bij je past. Maar dat is alleen bij Driag. Ja, maar bij privé-counselors is dat echt niet het geval. Nee, maar wat ik nu gewoon even wil zeggen is dat ook je daar goed geholpen kan worden. En kijk, die meneer kijkt ernstig. Ik kijk ook ernstig naar de maatschappij. Ik zie dat de mensen die weinig geld hebben in de situaties komen te zitten waar je inderdaad heel snel gaat bellen van ik voel me rot en er zit een meneer en die kan me helpen. Nu gelijk, à la minuut. Ja. Ja, maar dat is ook niet helemaal het geval. Dus... Van de belspelletjes naar de astrotijd naar dit. Ik vind het allemaal woekerpraktijken en ik ben er heel ernstig teleurgesteld in. Ja. Nou Nelly, dan heb je denk ik toch dat je de insteek van dit programma niet goed hebt begrepen. En dat vind ik een spijtig, want dan hebben wij het niet goed uitgelegd. En Herman beoogt ook niet dat hij meteen alle minuut kan helpen. Ja. Dat is ook niet wat counselors voor werk doen. Ik dank je wel hartelijk voor je telefoontje. Maar inderdaad, Herman, misschien jij bent counselor. Misschien kun jij hier het beste inhoudelijk op reageren. Want zij zegt eigenlijk iets over jouw vak. Ja, nou, nee, ze zegt niet iets over mijn vak. Nelly, als ik dat goed hoor, je zegt niks over mijn vak, of wel? Oh, ze is wel erg. Oké. Maar ik denk niet dat ze iets over mijn vak zegt. Ze zegt iets over het totaal van hoe zij denkt over de maatschappijvisie en welke hulpverleningsinstanties dat we hebben. Daar zegt ze iets over. En daar heeft ze een mening over. En ze heeft een duidelijk mening over dit programma. Oké, dat kan. Maar in Nederland is het zo geregeld. Ze zegt daarin ook van
dan kun je voor niks hulp krijgen. Dat vind ik natuurlijk, dat is niet helemaal reëel. We hebben een algemene wet bijzondere ziektekosten. Ja. En als je daarin, je kunt bij de huisarts daarin terecht. We hebben een ziektekostenverzekering. En je kunt daarin via de huisarts doorverwezen worden naar een instantie. En vroeger was dat de RIAG. En nu zijn ze allemaal regionaal, noemen ze de Gelderse Roos. Of een andere instantie daarin in je regio. Dan kun je doorverwezen worden naar een psycholoog. Naar een psychiater. Ja. Maar wij zitten niet op dat vak. Wij zitten in counseling. Wij zijn eigenlijk daarin met alle dagelijkse problemen kun je bij ons zijn. Wij moeten ook niet mensen hebben die daar hele grote problemen hebben. Dat moeten wij ook niet gaan doen. Nee, en bovendien, bij een psycholoog heb je ook vaak hele therapiesessies. Dat duurt vrij lang. Ja. Een counselor, en dat heb ik nu, en dat kan ik u vanuit de grond van mijn hart zeggen. Ja. In dit programma, want wat er gebeurt, is dat je vaak aan één gesprek al zoveel steun of inspiratie krijgt om het weer op te pakken op een manier die je kon er zelf niet uit. De counselor stelt wat vragen en opeens hoor ik mensen een hele andere richting opgaan. Van dan ga ik het zo proberen, ga ik het zo doen. Ja, maar dat is al maar één gesprek. Ja, maar ik denk ook niet dat we dit televisieprogramma moeten gebruiken om dit nu zo met elkaar te bespreken. Het is meer in van mensen kunnen bellen voor hulp daarin. En mensen zijn vrij om te bellen of niet. Ja. En dat zijn mensen. En ik vind het nog steeds inderdaad, jullie zijn allemaal gediplomeerd en doen dit voor het werk. Ik denk dat de drempel nog steeds laag is om hier jullie te benaderen. Ja, nou, dan, en de drempel is hoog, Denise, om altijd hulp te vragen. Dus precies. De drempel is hoog. Want een hele hoop mensen kunnen, als ze eerder daarin hulp zouden vragen en ook weten waar ze daar moeten bereiken, dan zou het een hoop problemen schelen. Ja. En dan zou je veel minder daarin ziek hoeven te worden. En dan wil ik niet anders zeggen dat je alles zelf in de hand hebt, maar jezelf lekker in je vel voelen. Eerder aan de bel trekken. Nou, ja. Wie weet heeft u ook een situatie. Inderdaad, Herman zei het net al. Wat een counselor probeert te doen, is te helpen bij alledaagse vragen die we in ons leven tegenkomen. Dat kan een conflict zijn, dat kan gewoon een ontevreden gevoel zijn, een ongelukkig gevoel, een teleurgesteld gevoel. Je loopt er tegenaan en het is gewoon inderdaad wel waar wat Herman zegt. Als je daar jaren mee rondloopt en dat blijft gaan, kan het op een gegeven moment iets groots worden. Als je eerder denkt van, ik wil er toch gewoon even met een deskundige over praten, zal ik het nou zo doen of zal ik het zo doen? Leg het eens voor aan een counselor, want ja, zoals Herman, die begeleidt zoveel mensen. U kunt het nog niet verzinnen of hij heeft de situatie al meegemaakt. Dus Herman? Ja, je moet altijd goed blijven, want dat is de valkuil, hè? Als je denkt dat je het al weet. Ja. Ik denk ook van, mensen, ik zeg ook bijna nooit tegen mensen dat ik iets begrijp. Want hoe kan ik nou van jou iets begrijpen als je het zelf nog niet begrijpt? Nee, precies. Laten we niet arrogant doen, hè? Nee, maar goed, je hebt wel veel mensen begeleid. Ja. Nou, optie 1, dan kunt u hem bereiken. Optie 2, daar zitten zijn collega's voor u klaar. Achter de schermen in een heel groot telefoonteam. Dus u kunt hier altijd iemand spreken op dit nummer, wanneer het u uitkomt. We hebben iemand aan de telefoon voor je. Goedemorgen, met wie spreken we? Hallo? Ja, goedemorgen, met Linda. Dag Linda, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik wil nog even reageren op de twee mensen hiervoor. Het is heel lief dat ze begaan zijn met die mevrouw. Maar het staat en op de televisie dat het 80 cent per minuut kost. En voordat je belt krijg je het ook nog te horen. Dus ik heb zoiets, waar bemoei je mee? Ja, nou ja, dankjewel Linda. En laten we niet vergeten dat Herman gewoon echt al jarenlang in de hulpverlening zit. En dat je hier toch echt wel een hele deskundige meneer te spreken krijgt. Ja. Nee, maar goed, en, hartstikke bedankt Linda voor je steun en daar ook een andere mening. Want daar gaat het over. Maar ik zeg al, ik wil eigenlijk dit programma hier niet voor gebruiken. Maar wel fijn dat je gebeld hebt om dat ook te zeggen. Want er zijn verschillende meningen. En we zijn gelukkig vrij in Nederland om daarin zelf keuzes te maken. Hè? Zolang dat je niet onder curatele staat, ben je zelf vrij om keuzes te maken. Dus. Ja, nou, ik denk dan die mevrouw die is geholpen met die 80 cent. En die andere twee die zijn niet geholpen en zijn hetzelfde geld kwijt. Dan denk ik, ja, ik wil toch zeggen dat ik het wel positief vind. Nou, dankjewel Linda. Wij gaan gauw verder. Ja, okay. Hoor. Dag. Goed, nou, zit u nou thuis wel met iets. Ik zal teruggaan naar de stelling met Herman. Ik word teleurgesteld. Ja. We hadden mevrouw Verheijen in het begin aan de telefoon. Haar man was overleden en zij was toch dusdanig teleurgesteld in haar omgeving. Dat iedereen inderdaad zijn hulp aanbiedt. En dat vooral de eerste periode. En dat weet ik ook jammer genoeg uit eigen ervaring. En dan daarna neemt het af. Nou, dat is heel pijnlijk en misschien herkent u dat. Of iets anders, dat u inderdaad toch teleurgesteld bent in uw familie of in mensen om u heen. En zit u met dat gevoel en komt u daar niet helemaal uit? Nou,
Dat is bij uitstek een situatie die u goed met Herman zou kunnen bespreken. Op dit moment hebben we ruimte voor een kijker. Belt u liever niet meer om te reageren op allerlei bellers hiervoor. Want dan kunnen we gewoon niet toekomen aan waar Herman hiervoor zit. En dat is inderdaad dat stukje begeleiding bieden en dat luisterend oor. En eventueel ja, u nieuw inzicht te geven over uw eigen situatie. Ja. Nou, 0909-1881, optie 1 voor Herman hier in de studio en optie 2... om achter de schermen met een van onze andere counselors te spreken. Optie 3 nog de zelftesten. Want iedereen die maar met al dat gepraat hier binnenkomt... wie weet kunt u zelf gaan testen van zit ik nog lekker in mijn vel? Ben ik stressbestendig? Is mijn relatie nog goed? Doe ik nog het juiste werk? Of hoe zit het met mijn zelfvertrouwen? Dat soort vragen. Nou, die kunt u allemaal vinden onder optie 3. En voor de rest wordt alles heel helder en duidelijk uitgelegd. En hoop ik dat Herman kan toekomen nu in wat hij het allerliefste doet. En dat is hulp verlenen. Ja. En Herman, is het handig om nog iets te zeggen over dat teleurgestelde gevoel? Nou, we hadden straks even over dat e-mailcontact. Hè? Van ja. Ook dat mailen. Zo van, dat is dus je eigen teleurstelling. Leg het nog even uit. Want nou, je stuurt mailtjes. Je stuurt mailtjes en je weet niet... Dat is ook het nieuwe medium van je weet niet wat de andere nog aan het doen is. Je weet ook niet of die ander het gelezen had. Nee, ook dat nog. En jij zit te wachten op een antwoord. Maar kun je ook afwachten op de antwoord? En dan kun je zeggen, goh, en dan kun je zelf al een hele hoop gedachten maken. Want je maakt je eigen gedachten. En dan kun je kwaad worden, teleurgesteld daarin. Als je maar niks hoort. Als je niks hoort. Maar je weet eigenlijk niet wat de ander... En ook nog eens een keer, heeft de ander wel het gelezen en ontvangen? Ik heb juist andersom wel eens dat ik me dan onder druk gesteld voel. Dat mensen beginnen van ja, waarom reageer je niet, wat dan ook, denk ik. Ja, heb ik nog helemaal geen tijd voor gehad. Maar dan moet je je bijna verantwoorden dat je niet meteen hebt teruggereageerd. Ja. Maar dat is het nieuwe media. Maar kijk ook maar met de sms'jes. En hoe kun je daarmee omgaan, Herman? Nou, duidelijk maken aan anderen? Wel duidelijk maken hoe je daarmee om wil gaan. Het is al heel fijn, want dat is natuurlijk ook wat. Hè? Als ik heel direct jou vertel dat ik teleurgesteld ben in je. Ja. Wat doet dat dan met jou? Nou, dan voel ik me meteen schuldig. Maar snap je? Maar eigenlijk stel ik mezelf heel erg kwetsbaar op. Want ik zeg dat ik teleurgesteld ben. Ja. En daar zeg ik niet dat jij het gedaan hebt. Nee, terwijl wij misschien gewoon een verschillende manier hebben van... Misschien ben jij gewend om meteen terug te reageren op een mailtje of een sms. Terwijl ik wil pas na 2 weken reageren. Ja. Maar dat is ons goed recht, toch? Maar dit is dus ook de communicatie. Want ik zeg eigenlijk, nou Denise, ik ben teleurgesteld in jou. En vraag jij mij waarop, Herman? Nou, ik heb je mail gestuurd en je reageert er helemaal niet op. Ja? Nou, dan... ik heb het zo druk, hoe of wat. Ja, maar dan moet ik me verantwoorden. Ik wil eigenlijk geen reden geven. Nou, ik vind dat ik goed recht heb om te reageren wanneer ik wil. Ja, dat kan. Maar als je het zegt... Dat klinkt niet zo vriendelijk als je dat zo zegt. Nee, maar als je het zegt als verantwoording... Ja? Je kunt ook daarin zeggen van... Ik zeg iets van dat ik teleurgesteld ben. Okay. Ja, van ik ben teleurgesteld. Dus ik bedoel, je mag erop reageren zoals je wil. Maar je zou ook kunnen zeggen van... Goh, dat is zo belangrijk. Ik vind het zo... Ik heb daar niet aan gedacht. Of ik heb het zo druk. Dus je moet maar niet meer daarvoor dan van mij verwachten. En dan weet ik dat. Nou, Herman, we hebben nog 5 minuten. We kunnen nog 1 kijker doen. Dus die gaan we gauw te woord staan. Hallo, met wie spreken we? Hallo, met mevrouw Van Oeveren. Hallo mevrouw Van den Brum, zegt u het eens? Ja, ik heb een vraagje, maar het is 5 minuten. Mijn man die zegt u kan gewoon doorpraten hoor, want Herman blijft hier gewoon nog zitten, desnoods nog uren. Oh. Dus dat is geen punt. Alleen het is alleen even voor de uitzending. Dan sluit ik af, maar u kunt gewoon verder praten. Voelt u zich niet bezwaard? Okay, want mijn man die zegt ook, hij zal praatje een uur, ben je nog maar 48 euro kwijt. Nou, het is altijd goedkoper dan dat u inderdaad een uur... live met iemand gaat praten. Maar zegt u het eens, want waar zit u mee? Nou, ik heb een heel probleem achter de rug. Mm-hmm. En een zoon verloren door een ongeluk. Ja. En de andere zoon die is depri geweest. Okay. En mijn man, dat is afgelopen, die zit met zuurstof 24 uur. Die ben ik altijd verzorgd. Ja. Dus ik kan er niet meer uitkomen. Okay. Nee. Mevrouw Van Brummelen was de naam? Van Oeveren. Van Hoeven. Ik heb het heel anders gehoord. Ja. Mevrouw Van Hoeven, u hebt al heel wat daarin voor uw kiezen gehad, hè, om het zomaar te zeggen. Ja. Waar zou u nu op dit moment met mij over willen praten? We zeggen van, dit houdt me nu het meeste bezig. Nou, het is mijn zoon, maar het is ook mijn man. Mm-hmm. Want het is aflopend, dus, maar hij is al 4 jaar aan het vechten. Ja. Dus ja. En wilt u daar het laatste met mij over praten? Ja, het is voor ons alle twee moeilijk. Voor mijn man en voor mij. Okay. Ja. Ja. En u verzorgt uw man thuis? Ja, klopt. Ja. En mag ik vragen wat uw man voor een ziekte heeft? Nou, hij heeft dan zijn long. Hij zit 24 uur aan de zuurstof. Ja.
CEB-OP, weet ik veel. Ja. Oh ja. En hij heeft het aan zijn hart. Mm-hmm. En hij heeft een liesbreuk. En ja. Hij heeft vaatvernauwing. Ja. En ja, wat heb je nog meer? Ja. En nekhernia. Dus. Ja. En doet hij de verzorging helemaal alleen? Doe ik alleen. Nou, ja. Ik heb hem eigenlijk al vanaf 78 thuis door een zwaar ongeluk. Ja. En toen was mijn jongste zoon was 5. Mm-hmm. Dus, nou, en dan heb je dat er weer bovenop. Ja, ja. En als u nou zo uw man hè, zorgzaam kunt verzorgen... Ja. Wat betekent dat voor u? Nou, het is heel moeilijk. Ik weet niet wat me te wachten staat. En ik krijg geen eerlijk antwoord van de dokters. Nee. Die zeggen, ja, je weet er alles van. Want 4,5 jaar geleden kreeg hij hartfalen. Mm-hmm. En toen... zeiden ze, wij zijn je kinderen. Ik zei, nou, we zijn op vakantie hier in Holland. En nou ja, we hebben altijd alles samen gedaan. En nou, ik moest hem achter elkaar, moest ik die kinderen naar mijn Delft brengen. Ja. En, want het was aflopend en hij haalde de avond niet. Ja. Nou, het is nou 4,5 jaar geleden, dus het is al slopend voor ons. Ja. Nou, wat ik ook bij u hoor, en daar komen we dan op wat de counseling doet, Denise, en ook voor deze mevrouw, is van... Het is niet alleen de verzorging wat u dat zegt en het is zwaar. Ja. Maar het maakt vooral met de onzekerheid even te maken. Ja, ook dat. Ja. En hoe lang moet u dit nog volhouden? Nou, dat is de onzekerheid. Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. En die onzekerheid, daar wilt u eigenlijk antwoorden op krijgen. Ja. Ook van de artsen. Ja. Maar eigenlijk kan niemand u deze zekerheid geven. Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar het is natuurlijk heel moeilijk. In het begin was het ook zo. Net als die vorige keer ook van een mevrouw hoorde. Mm-hmm. Nou ja, we komen naar je toe en we komen zus, maar het gaat te lang duren. Dus ze laten mij mooi zitten aan alle kanten. Ja. En kijk, die onzekerheid. Wat zou u nu verder met die onzekerheid kunnen doen? Omdat u daar mee beter door de deur heen kan. Ja. Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Ja, nee, want dat is dus wat u zegt van, de doktoren, als ze dat zouden kunnen zeggen... en het zijn echte goede professionals, maar ik heb daar nog nooit echt een dokter horen zeggen... want we hebben hele deskundige artsen allemaal in Nederland... Die zouden u ook graag die zekerheid willen geven, maar dat kunnen ze niet. Nee, hè? Nee. Dus dan gaat het meer over weer van hoe kunt u met deze onzekerheid toch uw leven zodanig inrichten... dat deze onzekerheid niet de hele tijd boven uw hoofd gaat hangen... maar de dag kan nemen zoals de dag is. Herman, ik onderbreek u heel even. Dat is heel moeilijk, want we zitten constant binnen. Ja, oké. Maar mevrouw Verhoeven, Herman heeft hier zeker wel wat over te zeggen... en dat is waarschijnlijk ook wat u het meeste gaat helpen... om een manier te vinden om daarmee om te gaan. Ja. Want de situatie is al echt al moeilijk genoeg... en mijn petje af voor u dat u het al zo lang volhoudt. Echt geweldig. Ik sluit de uitzending af, maar blijft u alsjeblieft aan de lijn... want Herman blijft hier op deze stoel zitten... en dan kunt u gewoon verder praten. Oké. Goed, tot 11 uur vanavond kunt u nog terecht... onder optie 2 bij dit nummer. Even voor de mensen thuis. U heeft namelijk rtl.nl/leefjeleven. U kunt alles terugvinden over het programma en alle counselors. Nou, u kunt precies zien wanneer wie online is. Herman is ook vandaag nog online. Ja. Herman praat op dit moment nog even verder met mevrouw Verhoeven. Als hij daarmee klaar is, dan komt hij waarschijnlijk wel weer onder optie 2. Nou, probeert u het uit. Ik hoop dat we u geholpen hebben. En morgen zit hier weer een andere counselor. Graag morgen tot 10:30. Tot morgen.